Ja, hoe zit het nu eigenlijk echt bij CD&V? Is Marianne Thijssen echt kandidaat-premier en ziet Yves Leterme definitief van de job af? Tim Pauwels sprak vanmiddag met de twee. Premier, bent u dan geen kandidaat meer om uzelf op te volgen? Ik ben kandidaat-kopman van de lijst, van de Kamerlijst in de provincie West-Vlaanderen. Ik heb denk ik vandaag een goede beslissing genomen om de eindverantwoordelijkheid van CD&V, de rol van boegbeeld bij de verkiezingen, lijsttrekker bij de Senaat, om die toe te vertrouwen aan Marianne Thijssen. En ik ben zeer dankbaar dat Marianne Thijssen die opdracht heeft aanvaard. Dus het antwoord is nee, u bent geen kandidaat om uzelf op te volgen. Ik heb u gezegd dat ik ben vandaag eerste minister. Ik ga mij concentreren op het goed volledigen van die taak. Ik denk dat we zijn nog niet aan de verkiezingsdatum. We zijn ook nog niet aan een nieuwe regering. En ik wil de fakkel ook doorgeven op dat niveau. Niveau van de regeringsverantwoordelijkheid. Als eerste minister wil ik ook die fakkel doorgeven aan mijn opvolger of mijn opvolgster op een goede manier. Ja, mevrouw Thijssen, met u kandidaat premier? Ik ben sinds vandaag kandidaat lijsttrekker voor de Senaat van CD&V. Boegbeeld. Op vraag van de premier en op vraag van mijn bestuur. En we zullen eerst afwachten. Ik denk dat dat maar netjes is wat de kiezer zegt. En het zal de kiezer zijn die de kaarten schudt en die bepaalt wie aan zet is. Dat is niet juist. De burger moet weten wie uw kandidaat gaat maken. Als wie uw premier gaat maken, als hij geacht wordt om voor u te stemmen. Maar ik denk dat het belangrijk is, meneer Pauwels, dat verkiezingen niet alleen gaan over wie dat er premier wordt, over BHV en communautaire onderhandelingen. Het gaat ook over een beleid, over een visie op ons land en op de wijze waarop wij die gaan tot stand brengen. Oké, over die visie gaan we het nog vaak hebben, maar als ik nu voor u stem, wie wordt er dan de premier bij CD&V? Maar we hebben geen premier te leveren. Dat hangt van heel veel factoren af en in de eerste plaats van de kiezer. Dus ik denk dat vaker echt... dat u de grootste partij bent, hè? Ja, maar we moeten echt niet doen alsof we die kiezer even mogen vergeten en de verkiezingen even overslaan. Hè. Dus echt, ik ben altijd voor een houding van een werkwijze stap per stap. En ik denk nu eerst verder onze verkiezingen voorbereiden. Mijn taak bestaat er nu in de eerste plaats in om onze mensen naar de verkiezingen toe te leiden. En dan zal de kiezer zich uitspreken. En dan zien we wel, dan beginnen we aan een volgende fase. Wanneer is er gevraagd om boegbeeld te worden? Om 9:32 deze morgen. Vanmorgen. Ja. Heel plots. En ik ken u een beetje. Mm-hmm. U zat daar niet echt op te wachten. Ik zat daar niet op te wachten. Dat is een zware opdracht. Ik realiseer me dat ook. Maar Yves en het bestuur nadien hebben gevraagd om die verantwoordelijkheid te nemen. Ik weet dat ik er ook niet alleen voor sta. Ik heb een sterke partij, een eendrachtige ploeg. Goede mensen die mij bijstaan op het secretariaat. Ik neem die verantwoordelijkheid. Ja. Met plezier, met overtuiging. Bent u een beetje bang? Bang ben ik niet zo snel. Ja. Wanneer hebt u besloten dat u geen boegbeeld meer was? Voor mijzelf, maar toen waren we nog aan het werken tot zondagavond laat aan oplossingen om het land een crisis te besparen en te zorgen dat we eruit zouden geraken om Brussel-Vilvoorde. Voor mijzelf heb ik zaterdag op een rationele manier de dingen op een rijtje gezet, daaruit een conclusie getrokken dat ik geen boegbeeld meer wilde zijn. Dan heb ik nagedacht waar kan ik mij emotioneel het best bij voelen. En dan heb ik gisteravond in een gesprek, iets om 10:30 gisteravond, heb ik gezegd tegen, het was de eerste keer dat we elkaar zo konden zien, want het was een heel hectische dag gisteren. Gezegd, Marianne, kijk, als er verkiezingen komen, wil ik een rol spelen, wil ik mijn verantwoordelijkheid opnemen, maar niet langer als boegbeeld. En vanmorgen, alstublieft. Waarom dit? Ja? Wel, op zo'n momenten denk je vooral ook aan de groep, het belang van de groep, niet je eigen belang. En het belang van de CD&V, die mooie partij met haar mooi programma, is dat ze naar de kiezer kan gaan zonder afgerekend te worden op die punten, of zonder uitsluitend afgerekend te worden op die punten waar ik niet ben in geslaagd. We hebben verantwoordelijkheid genomen voor communautaire onderhandelingen. Ikzelf, ook Jean-Luc Dehaene, ook Herman Van Rompuy, Chris Peters, Jo van Deurzen hebben het beste van zichzelf gegeven om een akkoord te bereiken. Dat is niet gelukt. Ik wil het feit dat dit tot nu toe niet gelukt is, wil ik niet laten afstralen op CD&V. Ik denk dat Marianne Thijssen bewezen heeft de afgelopen 2 jaar dat ze een zeer goede voorzitter is. Dat ze ook voor ons land heel goede dingen kan doen. En dus is het vertrouwen waard. En ik denk dat ze op dit moment een betere, krachtiger, geloofwaardiger leidersfiguur is voor CD&V dan ikzelf. En dan moet je niet aan jezelf denken. Dan moet je denken aan de groep. Ik heb gisteren aan Marianne gezegd, ik word geen boegbeeld. We hebben niet zo goed geslapen, denk ik, alle twee. En vanmorgen is dan de vraag gesteld, 9:32 en om 10:07. Ik heb het staan, heeft Marianne uiteindelijk gezegd, is goed, we doen het. Dat het mislukt is, ligt ook aan anderen, uiteraard. Maar voelt u zichzelf er ook voor schuldig? Ik voel er mij zeker verantwoordelijk voor, ja. Ja, maar schuldig? Hebt u fouten gemaakt? Te dure woorden, maar te grote woorden? Iedereen heeft fouten gemaakt, maar men verwijst altijd naar die campagne van 2007. Niet alleen ik weet dat
het communautaire dat niet in het centrum van de belangstelling stond van ons uit. Weet u, er heeft een krant toegeschreven, het is schandalig dat staatshervorming niet voorkomt in het verkiezingsprogramma van CD&V. Wat wel is dat in juni 2007 de confrontatie tussen het goed bestuur op Vlaams niveau, en ik verpersoonlijkte dat op dat moment, en wat moeilijk ging op federaal vlak op dat moment, dat die confrontatie in het voordeel is geweest en beslecht is door de kiezer van het Vlaamse beeld. Maar dat was niet een louter communautaire campagne. U bent te aangetast intussen. Wel, ik denk dat ik mij een deel van de verantwoordelijkheid moet nemen voor hetgeen fout gelopen is. En dit is niet de verantwoordelijkheid die Marianne heeft daarin. Ja. Gaan we met u een andere CD&V zien of een andere toon, minder grote uitspraken? Wel, ik denk dat iedereen zijn stijl en zijn karakter en zijn persoonlijkheid heeft. Dus Yves Leterme is Yves Leterme, Marianne Thijssen is Marianne Thijssen. Hij is een man, ik ben een vrouw. Hij is een West-Vlaming, ik woon in Vlaams-Brabant. Hè. Dus er zal wel, dat kan wel dat er wat verschil is in stijl of toon. Maar in elk geval staan wij voor hetzelfde. En waar wij samen en beide heel hard mee inzitten, en al onze kandidaten met ons, dat is: hoe ziet het eruit voor de toekomst van dit land? En daar zijn communautaire aspecten aan en daar zijn sociaal-economische aspecten aan. En zorgen dat wij nog een mooie toekomst geven aan de mensen die hier wonen. Dat wij zien dat ons sociaal model van verantwoordelijkheid nemen, vrijheid en verantwoordelijkheid aan de ene kant, solidariteit en bescherming aan de andere kant, dat dat nog kan overleven in die gemondialiseerde economie. Het erft nogal wat, hè? Inderdaad, budget, economische problemen. PHV, de staatshervorming, die twee laatste hebben vorige keer geleid tot maandenlange impasse bij de regeringsvorming. Waarom zou het deze keer anders zijn? Wel, omdat het anders zal zijn, dat zullen we moeten afwachten. In elk geval weet iedereen in dit land dat dit land een hervorming nodig heeft. En daar zullen wij moeten op inzetten. En als we dat willen bereiken, dan zal dat moeten gebeuren door onderhandelingen. Hoe men het ook draait of keert, het zal altijd gebeuren door onderhandelingen. En daar moeten diegenen die verantwoordelijkheid willen nemen in dit land, die zullen daartoe bereid moeten zijn. En altijd door een prijs te betalen. Wel, ik heb het graag gehoord de laatste dagen. Diegenen die zegden, splits dat kiesarrondissement even en zonder prijs te betalen, dat is hetzelfde als mensen die zeggen aan de ene kant, los het op, ja, maar geef niet toe. Dat heeft u zelf gezegd, hè? Ja, mag ik zeggen, meneer Pauwels, CD&V heeft er ook voor gezorgd dat de banken werden gered, dat de mensen hun spaarboeken en hun rekening niet werd geplunderd door die crisis vanuit de Verenigde Staten, dat we een interprofessioneel akkoord hebben afgesloten waardoor lonen en wedden de competitiviteit van onze bedrijven goed zijn aangepakt, dat we relancebeleid hebben gevoerd, verlaging BTW in de bouw, waardoor onze economie beter weerstaat aan de crisis dan andere landen, dat er een hervormingsplan goedgekeurd is in defensie, dat uitgevoerd wordt, en dat er hervormingen goedgekeurd zijn in justitie, die jammer genoeg nu afgebroken worden, dat de Snel-Belg-wet wordt afgeschaft, dat er een ontwerp klaar is om de voorwaarden om Belg te worden, om die eindelijk te verstrengen. Dus heel de verkiezingscampagne en het bilan van deze regering herleiden tot BHV en het feit dat we er niet in geslaagd zijn om die knoop die men op ons pad gelegd heeft in 2000 en iets bij een hervorming van de kiesomschrijvingen in eigen voordeel, het feit dat we daar nog niet in geslaagd zijn om die knoop te ontwarren, ik beken dat. En ik beken dat ik daar een deel van de verantwoordelijkheid in heb. En ik neem die verantwoordelijkheid op mij vandaag en ik geef de fakkel door aan Marianne Thijssen zodanig dat zij die vele positieve dingen waarvoor CD&V staat, dat zij die kan uitdragen zonder daarop afgerekend te worden. Bent u opgelucht? Ik ben vooral sereen over het feit dat ik nu de komende weken mijn job als eerste minister goed ga doortrekken. Ik wil ook op dat vlak op een goede manier de vakken doorgeven. Twee, ik ben blij dat ik neem zo beslissingen, dat die beslissing goed gedragen is, dat Marianne Thijssen aanvaard heeft. En dat, in tegenstelling tot wat soms bij andere partijen gebeurt, zo'n machtsoverdracht, zo'n machtswissel in de beste menselijke verhoudingen kan gebeuren. Bent u optimistisch? Ik ben optimistisch. We hebben voor hetere vuren gestaan met de partij. We zijn een sterke partij. En ik ga met volle kracht en met volle overtuiging naar de verkiezingen. En dan is het aan de kiezer om te oordelen. Maar we hebben een sterke ploeg. We zullen zorgen voor een goed programma. En we weten waar we het voor doen. Voor het belang van het land, voor de toekomst van ons land en voor alle mensen die hier wonen. Mevrouw Thijssen, meneer Terma, bedankt voor het interview.